De Stichting ter Bevordering van Kunst en Cultuur in Suriname, die Suripop organiseert, wil vanaf Suripop 2024 een diepere samenwerking met de media. Voorzitter Odette Miranda zegt aan onze redactie dat er tijdens een informatiesessie aan de verschillende media is voorgehouden wat de stichting allemaal in het verschiet heeft en wat de rol van de media daarbij kan worden. We hebben de media uitgenodigd om Suripop ambassadeurs te worden. We noemen ze mediapartners. En om daar eigenlijk per mediahuis een afgevaardigde van te krijgen om met de organisatie mee te trekken om Suripop groter, voornamelijk groter, voor alle Surinamers te presenteren. Zodat we allemaal dat stukje trots erbij krijgen. Omdat we namelijk met de pers een intensievere relatie willen hebben als het gaat om Suripop meer bekendheid geven binnen de Surinaamse gemeenschap. We hebben om het ene jaar een festival waarin er een aantal hele mooie, prachtige Surinaamse producties worden gepresenteerd. En we doen het niet voor onszelf, we doen het voor de Surinaamse gemeenschap. Maar de media is ons vehikel waardoor het naar de Surinaamse gemeenschap gebracht moet worden. Als we de media niet hebben, dan bereiken de Suripop-nummers de Surinamers niet. Miranda geeft aan dat de stichting altijd heeft gewerkt met de media en dat wil behouden. Doordat we in een andere tijd zijn waar er veel wordt gedaan met vooral social media, wil de organisatie het over een andere boeg gooien. De 22e editie van Suripop is in augustus en de organisatie wil daarbij de informatie alvast delen met het publiek. We staan namelijk aan de vooravond van de 22e editie. Op 29 juli is de launch. De launch is dus de avond waarop de 12 nummers worden gepresenteerd via de pers aan de Surinaamse gemeenschap. Deze keer wordt de launch op een heel andere manier uitgevoerd. We hebben namelijk binnen het bestuur van Suripop gemeend om een districte concept uit te voeren. En dat is dat we elke launch van een groot Suripop show willen houden in een ander district van Suriname. Dit jaar gaan we naar Kommewijnen. We zijn in het Bastion. En daar willen we er een feestelijke launch van maken om zeg maar de gemeenschap te presenteren met de 12 nummers, maar daar hebben we de rol van de media voor nodig en die hebben we met de sessie van vandaag proberen te intensiveren, de mensen wat ideeën te geven over hoe ze kunnen bijdragen om hun luisteraars, hun kijkers en hun lezers te instrueren over Suripop en eigenlijk om liefde voor Suripop via de media ook over te kunnen brengen aan de grote delen van het Surinaams publiek. De 12 componisten voor Suripop 2024 zijn Jurgen Albitrouw, Chanté Muringen, Brian Munslag, Clint Vassal Alikan, Donovan Moore, Roberto Banel, Gail Molijn, Uriot Sandvliet, Festien Dixon, Cyril Lamesi, Arantis Forster en Marcel Pinas. Miranda hoopt dat Suripop kan blijven leven binnen de samenleving en dat elke Surinamer trots mag zijn op de producties die ten gehore zullen worden gebracht.